U wilt Snowden naar Nederland halen. Waarom? Nou, omdat ik wil weten hoe het zit. Ik vraag al jaren opheldering over Amerikaanse spionagepraktijken. De regering wil niks zeggen. Dan moet het parlement gaan onderzoeken. Hoe gaan we die afluisterpraktijken eigenlijk oplossen? Ja, dat kan eigenlijk alleen maar door het politiek te maken. En dan bedoel ik dat regeringen hun afkeuring moeten laten blijken. En ja, Plasterk is oorverdovend stil. En als de Nederlandse regering stil is, dan gaat de geheime dienst in Amerika weer verder. Bent u niet bang dat als die man één stap op de Nederlandse bodem zet, dat hij gelijk opgepakt wordt en uitgeleverd aan onze grote vrienden in Amerika? Het zou natuurlijk van de gekken zijn. Als iemand die belangrijke informatie heeft voor de Nederlandse Tweede Kamer en voor de Nederlandse bevolking niet naar de Tweede Kamer zou komen om dat te vertellen. Ik ga ervan uit dat die Snowden goed te beveiligen is en dat de regering daar zijn uiterste best voor gaat doen.